Goed, dames en heren, vandaag gaan we kijken naar het berekenen van de reactiewarmte. De vormingswarmte is daarbij van essentieel belang. De vormingswarmte is de energie die nodig is of vrijkomt bij de vorming van de stof uit de elementen. En de elementen, dat is essentieel. Dat betekent dus dat dat bijvoorbeeld gewoon natrium kan zijn of gewoon koolstof. Maar als ik het heb over bijvoorbeeld waterstof, dan is het element H2. En als ik heb over zuurstof, dan is het element O2. Dat betekent ook automatisch dat als ik een element in mijn reactievergelijking heb staan, dat er dan geen vormingswarmte voor gegeven is, omdat we ervan uitgaan dat het wordt gevormd uit de elementen en dan ben ik al bij O2 of H2 en daar zal dus geen vormingswarmte voor te vinden zijn en die is dan dus ook gelijk aan 0. Goed, ik ga zo meteen de reactievergelijking opschrijven en daarvan gaan we de reactiewarmte berekenen. Daarvoor hebben we BINAS nodig en een rekenmachine en we moeten alles netjes opschrijven. Goed, we gaan beginnen met een verbranding, een vrij simpele verbranding. De verbranding van propaan, dus C3H8 plus O2. Geeft CO2 plus H2O. Natuurlijk moet ik die reactievergelijking nog kloppend maken. Dus ik heb te maken met 3 CO2, 4 H2O en dan heb ik in het totaal 6 O2 nodig. Dan heb ik een kloppende reactievergelijking van deze verbrandingsreactie. En nu is de vraag hoeveel energie komt er vrij, in dit geval, want het is een verbranding, dus het is een exotherme reactie. Hoeveel energie komt er vrij bij deze verbranding en per mol propaan? Dus hoeveel, wat is de reactiewarmte per mol propaan? Dat gaan we berekenen. Nou, wat we dan als allereerst moeten bekijken is dat we stoffen voor de pijl hebben staan en stoffen na de pijl. De stoffen voor de pijl, dat zijn stoffen die, ze worden niet gevormd, maar die stoffen die worden juist eigenlijk kapot gemaakt. Dus die gaan eerst kapot en daarna worden nieuwe stoffen gemaakt. Nou, dat kapot maken betekent dat het wordt omgezet na de elementen. En in dit geval is dat dus C3H8. En dat wordt omgezet tot 3 koolstofatomen en 4 keer H2, want H2 is het element. En het is dus niet dat het gevormd wordt, maar het wordt ontleed. En dan kun je zeggen, ja, maar waar kan ik dan de ontledingswarmte vinden? Nou, die kun je niet per se in BINAS vinden. De ontledingswarmte is gelijk aan de vormingswarmte keer min 1. Oftewel, je moet het minteken of weghalen of er juist een minteken voor zetten. We gaan eerst eens kijken wat is de vormingswarmte van propaan. En daarvoor hebben we BINAS. We moeten even kijken, BINAS tabel 57. En dan staat hier bij organische stoffen propaan min 1,06 en let op, er staat bij keer 10 tot de macht min 5 joule per mol. Oftewel, de vormingswarmte voor propaan is min 1,06 keer 10 tot de macht min 5, of, sorry, plus 5, dus die min moet weg. Gewoon tot de macht 5 joule per mol. Dat betekent dat als het nu de stof niet gevormd wordt, maar juist ontleed wordt, de ontledingswarmte gelijk is aan 1,06 keer 10 tot de macht 5. Want het kost evenveel energie om de stof te maken als om de stof kapot te maken. En dat levert dus evenveel energie op, alleen dan het omgekeerde getal. Dus min 1,06 keer 10 tot de macht 5 wordt 1,06 keer 10 tot de macht 5 joule
per mol. Goed, dan hebben we O2, maar O2 is een element. Dus O2 is een element. Oftewel, de vormingswarmte is 0 joule per mol. En dat betekent ook dat de ontledingswarmte dus 0 joule per mol is. Dus die hoeven we ook niet mee te nemen. Dan gaan we naar CO2. CO2 wordt wel gevormd. CO2 wordt namelijk gevormd uit een koolstofatoom plus O2. Dat geeft CO2. En de vormingswarmte daarvoor kan ik ook in Binas vinden. Gaan we weer even kijken. Binas tabel 57. Gaan we kijken. CO2 min 3,935 keer 10 tot de macht 5 joule per mol. Oké, dat is CO2. Dan water. Water is, wordt gevormd ook uit H2 plus een half O2. En dat geeft H2O. Nu kun je misschien zeggen, ja, maar we mogen toch geen halve opschrijven? Nee, in een reactievergelijking die je moet geven over een reactie mag dat niet. Maar dit, nu is het als hulpstap. Daarbij gaat het erom dat er 1 mol H2O wordt gevormd. En dat betekent dus dat hier nu wel een half komt te staan. Die vormingswarmte die in Binas staat is namelijk gegeven per mol water. Nou valt één ding op als je naar water kijkt. En dat is dat de vormingswarmte, dat daar 2 vormingswarmte staan. Eentje voor H2O in de gasfase en eentje voor H2O in vloeibare fase. Nou, het moet dus duidelijk zijn in de opgave, en dat heb ik nu eigenlijk niet erbij gezegd, of dat het water in gasfase ontstaat of in vloeibare fase ontstaat. In dit geval zullen we werken met water in gasfase. En als ik naar water in gasfase kijk, dan is dat min 2,42 keer 10 tot de macht 5 joule per mol als vormingswarmte. Goed, nu heb ik alle gegevens opgezocht en nou kan ik de uiteindelijke reactieenergie uit gaan rekenen. Maar dat betekent wel dat ik rekening moet houden met de coëfficiënten in de reactievergelijking. Dus de totale reactieenergie is gelijk aan de ontledingswarmte van propaan plus de vormingswarmte van zuurstof, maar die is 0, dus dat doen we niet. De vormingswarmte van CO2, maar let op, die moet keer 3, want er wordt 3 CO2 gevormd. Plus de vormingswarmte van H2O, maar ook die moet keer 4, want er wordt 4 water gevormd. En dan wordt dat dus, even kijken, min 1,06 keer 10 tot de macht. Oh, niet min natuurlijk, want het is de ontledings, dus dat moet gewoon een plus zijn. Plus min 3,935 keer 10 tot de macht 5 keer 3. Plus min 2,42 keer 10 tot de macht 5 keer 4. En als ik dat dan uitreken, daar heb ik natuurlijk even mijn rekenmachine voor nodig. Dan gaan we alles netjes intypen. 1,06 plus min 3,935 keer 3 plus min 2,42 keer 4. Jullie zien dat ik nu in mijn rekenmachine de keer 10 tot de macht 5 weglaat, omdat het bij allemaal hetzelfde is. Kan ik die weglaten en op het einde gewoon erbij zetten. Dat scheelt me wat typewerk in mijn rekenmachine.
Uiteindelijk wordt het dan min 20,425 keer 10 tot de macht 5 natuurlijk, niet vergeten, joule per mol propaan, want daar zijn we van uitgegaan. Oftewel, als ik het netjes wil doen in significante cijfers, dan wordt het 2,04 keer 10 tot de macht 6 joule per mol propaan. En dan hebben we de reactiewarmte van deze reactie uitgerekend. Dat was ie.